In samenwerking met winkeliersvereniging Nieuw Oosteinde gingen de A-jongens afgelopen zaterdag auto's wassen op het Poldermeesterplein. Ze wilden daarmee geld inzamelen voor hun teambuildingsuitje op 9 september. Tijdens een winkeliersvereniging van winkeliersvereniging Nieuw Oosteinde kwamen we in gesprek over wat gaan we allemaal op het plein doen van het jaar. En toen kwam Nico van Nico Optiek met het plan om een carwash te organiseren. Dat vonden wij gewoon een supergoed idee. Hij is ook een beetje aangesloten en sponsor, geloof ik, van handbalvereniging Vikas. Vandaar dat wij dat een idee vonden om ook te ondersteunen. En toen hebben wij gezegd, oké, voor 5 euro een auto wassen. En wij sponsoren dat voor 2,50 euro een soort kortingsbon. Nadien zijn we naar Loogman toe gegaan om te vragen of hij ook nog iets mee wilde doen in deze sponsoring. En Loogman, het tankstation wat we allemaal kennen, dat sponsorde de zeep, de sponsen. En ook wat acties zoals een auto er even inzet om reclame te maken. Nou, we hebben een heel nieuw team dit jaar. Er komen 4 jongens uit Amsterdam komen erbij. Nou, er komen natuurlijk wat over van de B, dus het wordt een vrij nieuw team. Daarom zijn we hier nu bezig met een actie om 9 september naar een teambuildingsuitje te gaan in de Veluwe. Dan gaan we met z'n 25 gaan we daarheen en dan gaan we een middag een teambuilding doen. Om elkaar een beetje beter te leren kennen en met elkaar om te gaan. En vandaar dat we deze actie doen om geld in te zamelen, om het wat te bekostigen. Anders wordt het een dure bedoeling zo. En daarvoor staan we hier auto's te wassen. Ja, ik vind het ontzettend goed initiatief. Het mes snijdt aan twee kanten, omdat je hebt een schone auto en daarnaast stel je ook gelijk een goed doel. En dat ook van die van de sporters vind ik een ontzettend goed initiatief. Want die zijn bezig met teambuilding en met teamsport. En om een teamuitje te kunnen financieren, zijn ze ook met elkaar dat geld aan het verdienen. En dan denk ik ook dat het teamuitje alleen nog maar leuker wordt, omdat je samen toch dit voor elkaar hebt gekregen. En dus het is een ontzettend goed initiatief. At the